Total Energies en Apache hebben weer een ontdekking gedaan van ruwe olie en bijbehorend gas bij de Krabdagu 1-bron in blok 58. De regering is hoopvol gestemd met deze olie- en gasvondst, vooral met de Final Investment Decision aan de horizon. De Final Investment Decision zal leidend zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van onze olie- en gassector. Deze vondst zal volgens de regering een positieve impact hebben op de investeringsbeslissingen die in de tweede helft van 2022 op de agenda staat. Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration bij Total Energies, geeft aan dat deze olievondst een aanmoediging is om hun verkennings- en beoordelingsstrategie voort te zetten. Het bedrijf hoopt tenminste nog 3 bronnen te hebben geïdentificeerd aan het einde van 2022. Ook Apache gaat in maart van start met boringen in blok 53. Shell zal in het tweede kwartaal beginnen met boringen in blok 42. Het Surinaamse leger kan een regionale veiligheidszone creëren waarbij zowel het oosten, westen en zuiden worden afgebakend. Dit zegt kolonel Henry van Exeldongen, de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, na een bezoek van de Guyanese legerleiding. Van Exeldongen zegt dat deze veiligheidszone bereikt kan worden als er een jaarlijkse regionale meeting voor militaire uitwisseling met Guyana kan plaatsvinden. Een delegatie van het Guyanese leger bracht van 15 tot en met 18 februari een bezoek aan onze defensieorganisatie. Tijdens het bezoek is er onder meer gesproken over de samenwerking bij de grens, gezamenlijke opleidingen, de aanpak van milieudreigingen en illegale mijnactiviteiten. Minister Krishna Mathura zegt dat het goed is dat de samenwerking met Guyana opgepakt wordt, gezien de gezamenlijke belangen bij de olie- en gasindustrie. De taboe die bestaat over mentale gezondheidsproblemen moet eindelijk worden doorbroken. Daar wil sociologie-student Sanisha Autaar voor zorgen met haar filmproject My Anonymous Self. Autaar initieerde dit project nadat ze in 2018 tot jeugdambassadeur van de Verenigde Staten werd gekozen, waar zij geconfronteerd raakte met de diverse aspecten van mentale gezondheidsproblemen. Haar filmproject moet bewustwording brengen over diverse soorten mentale gezondheidsproblemen. Autaar vertelt hoe het project My Anonymous Self eruit ziet. My Anonymous Self, wat is My Anonymous Self? Degene of het deel van ons dat we de wereld niet laten zien, niet naar voren brengen of verschuilen. Dit filmproject is in 4 films verdeeld. Je hebt, de eerste is Suicide. Dat is er is niet echt geluid in het film, maar meer gewoon muziek. Omdat suicide iets is daar dat echt anders is voor iedereen. Het is nooit hetzelfde. Doorheen gaan is ook anders. Dus daar wilde ik niet echt veel gesprek aan hebben of gesprek zetten. De andere die zijn social anxiety, postpartum depression en eating disorder. Zijn allemaal mental health diseases die bij de jeugd voorkomen, bij iedereen. En ik wilde gewoon het taboe van mental health, al die diseases, gewoon een beetje verminderen, informatie naar buiten brengen en gewoon het gesprek starten. Autaar zegt dat ze binnen het jeugdambassadeursprogramma van de Verenigde Staten van dichtbij heeft kunnen ervaren waarom mentale gezondheid belangrijk is. Tijdens haar bezoek in de VS heeft zij een mentale gezondheidskliniek bezocht. En dat had me heel veel aangesproken. Want ik kwam heel veel terugvinden in die verhalen van die mensen daar. En sinds ik terug ben gekomen was dat één van mijn doelen. Door een project mental health issues, disorders, diseases, alles gewoon naar voren te brengen, het gesprek te starten. Autaar heeft samen met andere jeugdambassadeurs van de Verenigde Staten, Stichting CITA,
Stichting Kinderen en Jongeren Telefoon en studenten van de Anton de Kom Universiteit gewerkt aan dit project. Voor de uitvoering van het project heeft zij een grant van de Amerikaanse ambassade gehad. Afgelopen zaterdag vond de lancering plaats van de 4 video's van het project My Anonymous Self. Omicron is vanaf eind december de meest overheersende COVID-19 variant in Suriname. Tijdens de gisteren gehouden COVID-19 persconferentie liet minister Amar Ramadin van Volksgezondheid weten dat de Omicron variant, de Delta variant van het coronavirus, helemaal heeft teruggedrongen. Dat blijkt uit testmateriaal dat eerder naar Nederland is gestuurd. De verschillende kleuren geven de verschillende varianten aan. Rood is dus Delta. Gedurende de periode, eigenlijk vanaf juli, hadden we dus Delta tot zeker de afgelopen maand. Waarbij u kunt zien dat overwegend Delta aanwezig was in de tweede helft van 2021. En sinds eind december 2021 en de intrede van Omicron is langzaamaan de verschuiving duidelijk merkbaar van rood naar lichtpaars, dus van Delta naar Omicron. En volgens de laatste resultaten op 17 januari, in de week van 17 januari, zien we eigenlijk dus wel dat er uitsluitend Omicron gevonden is in het materiaal. We kunnen dus eigenlijk gevoeglijk aannemen dat Omicron de overheersende variant is in Suriname. En als je het wilt bekijken vanuit de sequencingsresultaten, dan zeg je Delta is bijna niet meer te zien. Ramadin zegt ook dat hoewel de Omicron-golf, dus de vijfde golf, een hoge besmettingsgraad kende, de derde en vierde golven de golven zijn geweest waarin de meeste mensen zijn overleden. De Omicron-variant is de meest besmettelijke variant geweest, legt de bewindsman uit. Kijkend naar het beloop van de vijfde golf moet er volgens Ramadin rekening gehouden worden met de natuurlijke en kunstmatige immuniteit. Bij de derde en de vierde golf, dat die heel lang duurde. En u zag dat de vijfde golf heel hoog was. Het typisch te zien is dat de derde en de vierde golf eigenlijk de hofleveranciers zijn. De grootste golven geweest waar de meeste personen zijn overleden. En in deze grafiek ziet u eigenlijk dat duidelijk. En ondanks het aantal welke in de vijfde golf van besmettingen vele malen hoger was dan de derde en de vierde golf, denk ik, zien we toch een minder aantal personen welke is komen te overlijden in de vijfde golf. En daar zal zeker een belangrijke bijdrage is natuurlijk de natuurlijke immuniteit, maar ook de verworven in de kunstmatige immuniteit zoals vaccinaties, waarbij veel grotere delen van de samenleving tijdens de vijfde golf gevaccineerd waren. Maar u ziet ook dat Omicron veel milder verloopt en eigenlijk het aantal sterften tijdens de vijfde golf ook veel minder was. Tijdens de Omicron variant hebben volgens Ramadin juist de meest kwetsbare personen in de gemeenschap het leven gelaten. Suriname is zeer rijk aan moedertalen, zei inleidster Wanita Ramnat zaterdag tijdens de online lezing Gevoelsuitingen in de Surinaamse muzieksoorten van de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen. Ramnat, die op dit moment aan het promoveren is in taal en communicatie met een nadruk op songteksten in vergelijking met meerdere gekoloniseerde landen, meent dat Suriname niet minder dan 22 moedertalen heeft. Tijdens de lezing analyseerde Ramnat op boeiende wijze verschillende songteksten, waaronder historische teksten zoals het nummer Kolkata Mijn Barti Huwais van Hari Sobalak. Het lied vertelt het immigratieverhaal vanuit Calcutta, India, via de boot naar Suriname en hoe de werkzaamheden op de plantages plaatsvonden. Immigratie ervaren wij als groep en we zien het als onze. We beschouwen het als onze, want nog steeds, na zoveel jaren, vieren we het nog steeds. En we herdenken deze dag nog steeds. En nog steeds praten we over hoe die reis naar hier was. Is het wel de moeite waard geweest dat onze voorouders hier zijn gekomen? Is het niet? Er zijn nog zoveel discussies gaande daarover.
Dus die hele emigratie op zich en dat wordt herroepen als het onze, dat is een stukje culturele herinnering. En daarvoor leent dit lied zich ontzettend goed. Verder zien we ook vaderlandsliefde in dit lied, want er wordt ook gezegd van kijk, eigenlijk zijn we kinderen van India. Nu hebben we onze eigen identiteit hier, we zijn Surinamers en ga niet weg, kom terug en blijf in je land. En dat heeft natuurlijk die dubbele immigratie te maken. Dat je bijvoorbeeld, we hebben gehad dat heel veel mensen natuurlijk ook naar Nederland zijn vertrokken. In de muziek komt de integratie van talen steeds meer voor. Vooral in Suripop is dit het geval. Ook het voorkomen van leenwoorden en culturele herinneringen zijn steeds vaker aan de orde. Ramnath meent dat we met deze ontwikkelingen ook internationaal kunnen gaan scoren. Want het is echt onze proud. Weet u, we moeten heel trots erop zijn, onze trots. En gevoelsuitingen, u ziet het. Taal en muziek gaan echt samen. En ik denk dat muziek een van de beste manieren is om je gevoel te uiten. Zeg, ga maar schrijven en dat zien we terug in die liedteksten. En ik zeg, er is nog veel meer aan de winkel. Heel veel werk aan de winkel, want heel weinig is vastgelegd. Er is nog zoveel onderzoek dat gedaan kan worden, omdat we gewoon een multicultureel land zijn met heel veel talen. En het is jammer als culturele elementen, maar ook talen verloren zullen gaan, alleen omdat het niet vastgelegd is. Rosita Ednel brak een lans voor de gebarentaal die nog niet erkend is in Suriname. De gebarentaal is de enige taal die doven spreken en zij hoopt dat dit eens een wettige taal wordt voor de doven. Met de lezing afgelopen zaterdag hoopt de associatie een aanzet te geven tot een gerichte discussie over betere taal- en muziekonderwijs in ons land. Veel studenten hebben een motivatiegesprek nodig om de draad weer op te pakken. Dit blijkt uit een gesprek met directeur Ines Zorgvliet en onderdirecteur Nancy Maduban van het HAVO 3. De gezondheidsautoriteiten hebben de COVID-19 maatregelen na ruim 2 jaren versoepeld en de vorige week was al bepaald dat alle onderwijsinstellingen per vandaag 21 februari moesten overgaan tot normalisatie van het onderwijsproces. Dat gaat niet zonder slag of stoot, zeggen Zorgvliet en Maduban. Nou, een heleboel kinderen zijn gedemotiveerd. We proberen samen met de decanen de leerlingen weer te motiveren. We doen een heleboel motivatiesessies. We hebben een telefoon aangeschaft, een apptelefoon, om met ze in contact te blijven. Vaak genoeg worden er berichten geplaatst in de groepsapps. We bellen ze zelf als we zien dat ze niet komen. De OD maakt contact met ze. Je probeert je zoveel mogelijk als eerste te houden aan de protocollen. Want natuurlijk de veiligheid van de docenten en van de studenten, dat staat vast. Dat staat op nummer 1. En natuurlijk, als je bepaalde dingen merkt, dan ga je daar ingrijpen. Toch, studenten die bijvoorbeeld ziek zijn. Je gaat echt op alles moeten letten. De redactie sprak ook enkele studenten van het HAVO 3 over hun ervaringen met de normalisatie. Zij juichen het toe, maar hebben ook hun bedenkingen. Niet iedereen kan gebruik maken van internet. En toen er een total lockdown was, zat je thuis, je hebt geen internet. Moet jij nu even kijken hoe je gaat doen. Tussen er even naar school bellen of wat dan ook, snap je? Dus dat vind ik wel veel beter. Vooral voor studenten die geen internet hebben of geen toegang hebben tot internet. En telefoon en al dat soort dingen. En ik vind ook dat je persoonlijk, face-to-face wel, dingen beter kan begrijpen dan online. Want online dan kan ik kies van app of, snapt u, social media notification van hey, dan skip je even, zet je het even op mute en daar. Dus daarom vind ik het wel beter dat we dan face-to-face mogen praten met al die docenten. Wel, het is een beetje hard nu, want je moet
van 8 tot 1 met mondkap zitten en al. Maar wel, we hebben wel een tijdje waar we weg kunnen halen. Maar zo kunnen we elkaar ook beschermen tegen het COVID. En ja, het is net wel, like, als je raakt wel gewend als je like, de hele tijd zo zit. Maar het is wel een beetje lastig. De studenten geeft verder aan dat zij nu geen enkele les kan missen. Wat betreft het omgaan met de COVID-19-situatie stelt Sporksleden dat er wel een zekere mate van vrees bestaat onder studenten. Zij motiveren elkaar om zich te laten vaccineren tegen het gevreesde virus.